je ziet het, we zijn daar in de keuken, dus ik ga weer koken. En dit keer niet van dat gekke garen van die Calista, weet wel, die ze van Caro haai. En daar moest ik dan verf bij koken en zo. Nee, we gaan vandaag echt iets om te eten maken. En we gaan maken het recept van José Verdonk. Wiebe die hij alles uitgeprint. En daar hebben we dan in zo'n mapje gedaan, weet wel. En dan kan dat makkelijk terugzoeken. En José die zegt, de titel zegt alles. Dit is mijn simpelste pasta gerecht. Nou, dat leek mij wel wat moois. Vind ook niet? Lekker simpel. Nou, waar gaan we voor verse pasta tagliatelle? Van welke winkel dan ook, de half gekookte, maar iedere pasta volstaat. Ik ben van de slierten om je vork draaien. Vandaar. Nou, dan haal ik niet van die verse pasta, maar ik haal hier wel die tagliatelle al, ja, nog wat. Dat snap ik ook niet, maar hier staat Italiano, dus het zal Italiaans wezen. Nou, dan staat hier een gebruiksaanwijzing. Gebruik voldoende water. Ja, oké, dat doen we. Oh, er moet zout bij. En hoe lang moet dat koken? Gedurende de aangegeven tijd. Ja, maar wijs de aangegeven tijd. Dat is ook handig. Dan moeten we daar weer gaan zoeken. Dat ze dat gewoon daar erbij zetten. Wel neemt. Hebben ze dat hier ergens staan? Oh, hier. 7 minuten. Dan is het al dente. Nou, vooruit. Dan doen we dat. Dus, ik haal mijn water hier al op staan. En ik ga hier weer tagliatelle. Zo. Dat is een mooie zak. Ik denk dat dat wel te veel is, maar dan haal ik hem in ieder geval. Oké. Oh, zout moest erin, hè. Wacht even. Ik haal hier wel zout. Doen we dat erin. Zo. En José zei dat er echt heel veel zout moest zijn. Maar ja, ik vind dit al heel veel. Dus ja, ik denk dat ik toch maar stop. Ja, wij eten niet zo vaak zout. En als je dan in één keer heel veel zout gaat nemen, dan vinden we dat niet lekker ook. Dus dat doen we dan maar zo. Beetje zout. Ja? Je ziet het. Water mee genoeg zout opzetten. Om pasta te koken moet je water naar de Middellandse Zee smaken, volgens een tv-kok. Nou, ik zei ook een tv-kok en ik vind ze niet. Nou, dan heb je nodig een kuipje van huismerk kruidenkaas. Gewoon de goedkoopste. Nou, die haal ik hier. Zie je? Gewoon van die goedkope kruidenkaas. Die haal ik. En 50 tot 75 gram gerookte zalm snipperen. Dit is voor 2 à 3 personen echt zat. Nou, dan haal ik hier zalm. Hier, ik haal zalm, maar er zit 200 gram in. Dus daar moet ik een beetje van overhouden. Dat kan Wiebe dan zo wel op zijn brood eten. Oké. De kruidenkaas in een schaal bovenop de kokende pasta zetten. Ja, nou leek mij dat ik daar een glazen schaal of zo voor moest haaien. En die haai ik niet. Tenminste, vond hij dat niet. Die haai alleen maar van die plastic bakjes waar dan de deksel aan ontbreekt. En om nou op zo'n kokende pan om daar een plastic bakje te zetten, daar vond ik ook niet zo aan. Dus ik denk dat ik het gewoon even in een steelpannetje doe zometeen. Kijk hoor, vond ik ook al een steelpannetje. Dan doe ik het in een steelpannetje en dan warm ik het zo wel op. In dat steelpannetje voorzichtig mee ruren. En dan moet daar die zalm doorheen en die moet het snipperen zo. En als de pasta klaar is, direct met een knijper in de schaap met saus en serveren. Ja? Nou, daar snap ik dus helemaal niks van, hè? Nog een keer. Als de pasta klaar is, ja dat snap ik, dat was na 7 minuten koken, dan
direct met een knijper. Dus daar een wasknijper mee. Moet ik al die pastatjes er zo uit gaan zetten, zegt ze, met een wasknijper. Maar in de schaap met saus en serveren. Ik had geen schaap. Dus. Zou dat een diepfout zijn? Ja, nou zie ik het licht. Dat moet natuurlijk een schaal met saus zijn. Die saus, die dit, die kaas, die wordt dus helemaal gesmolten als dat warm wordt. En dan ga je die zalm erbij. En dan wordt dat de saus natuurlijk. Ja, dat is hem. En dan serveren. Punt parmesan erbij geraspt. Daar niet op bezuinigen en slullen, maar eet smakelijk. Groetjes José Verdonk. Nou, dan had ik ook van die. Dat is volgens mij ook parmesan. Die grana padano. Italiaans is het in ieder geval. Salades, borro, pasta gerechten, carpaccio staat er. Dus ik neem aan dat we deze dan kunnen raspen, die. En dan gaan we deze alvast even in het pannetje doen. Dan moet ik daar even een lepel of zo draaien. Wacht even voor. Even openmaken. Dat is altijd zo lastig, hè, als dat zilverpapiertje dan scheurt. Ik krijg het er niet mooi af. Maar goed, het is gelukt. Nou moet ik die, oh wacht. Ja, nou zit mijn hand onder de kaas. Nou, zo, schoon. En dan leg ik even dat recept weg. Maar volgens mij doe ik het nou wel. En een lepel. Zo. En dan kan deze hier in dat pannetje. En dat vuurtje hieronder, dat is echt heel klein, hè. Dat is echt zo'n suddervuurtje. Dus dat kan niet misgaan. Als ik tenminste even een beetje blij blijf. Dan wordt het ook warm. Ik denk dat José dat vast al goed vindt. Maar ja, als je geen glazen schaal hebt en alleen maar een metalen schaalje wat niet op die paan past, ja, dan heb je er niks aan. Dus dan doen we het gewoon zo. Dan kan dit in de vuilnisbak gelijk opruimen. Happetee. En dan was ik mijn handen weer even. Zo. Dat is gedaan. Maar als nou die dan moet toch niet mee in een wasknijper. Ik kan me het niet voorstellen. Ik was gewoon van plan om dat af te gieten in een vergiet. Dat leek me veel makkelijker als dat je daarmee een wasknijper zo al die slierkjes eruit moet halen. Ik weet niet, José. Denk dat ik dat maar niet doe. Maar misschien bedoelde wel wat anders. Dat zou best. Maar goed, dat weet ik allemaal niet. Hè. Ik zei ook niet zo slim. Nou, die zalm. Hoe maak je zo'n pakje kopen? Zit daar een beginnetje? Laat me eens kijken. Nee. Hier ook niet. Hier ook niet. Dus dan moeten we dan weer openknippen. Dan hebben we daar weer een schaar voor nodig. Nou, schaar heeft die vorm ook wel. Zo. Zo opknippen. Hier in de laag, schaar in de laag. Is die nou open? Ja. Kijk. Mooi. Maar dan ga ik niet die 50 tot 75 gram afwegen, hè. Dan wordt mijn weegschaal weer hartstikke vies en zo. Ik pak gewoon de zalm eraf. Kijk op. Moet kijken. Is dat lekker? Oh, als je dit... Ah, die moet ruiken. Dat water, dat komt nou bijna, hè. Even kijken, hoor. Haal ik gewoon zo een beetje eraf. Zo, het was 200 gram, dus dan doen we de helft. Dat is een onsje. En dat zou dan genoeg moeten zijn, volgens. Ja, jij ruikt vis, hè. Bolly, die klimt tegen mijn benen omhoog. Echt waar, die ruikt die vis, maar dat krijgt hij. Auw! Dat krijgt hij niet, want dat is veel te duur. Kom op, hé. Ga jij brokjes. Dan ga je die maar even eten. Ga maar je zat. Heel die vuurtoren staat vol. Ja. Kijk, en als die nou kookt. Ik maak hier alvast wat schurkjes van, zo het al. Gewoon zo'n beetje scheuren. De zees ook, hè. Dat je dat moet scheuren. Zo. Niet snijden. Maar echt dat het echt zo mee de draad van die vis gewoon zo gescheurd wordt. En je moet dat ook weer niet tukken. Nou ja, hij haakt gewoon in mijn been. Ja, en dan valt er van het aanrecht. Wat een domme kat is dat. Nou ja. Maar goed, je ziet hier al die draaikjes lopen van die vis. Hè? En dan scheurde hem daar zo, gewoon zo op kapot.
Zo. Oh, daar laat ik nog wat vallen op. Dat is dom. Maar ja. Volgens mij vindt Christina dat wel lekker. Dat ik wel laat vallen. En volgens mij deed dat ook wel een beetje expres op. Maar die geeft niet waar. Christy is zo lief. Ja, dit is zo'n lekker ventje. Het deusje, die komt ook al kijken, maar die weet niet wat hij met vis moet doen. Die vindt alleen maar lekker ruiken. Dat is ook als die beharing frit het wel. Dan dat starke ervan, dat sterkje, dat eet hij nooit op. Dus dat gooit hij op de grond. En deus, die zit altijd als eerste al bij hem van, wanneer gooi jij? En dan gooi je weer dat staartje, dat gooit je dan op de grond. Zo van, nou kom maar op eten dan. Maar nee, hij gaat er alleen maar naar zitten kijken. En dan komt Chrissy eraan. En die begint met te smullen. Och, mijn god, dat wilde niet eten. Denkt u nou echt dat die genoeg is, zo'n bietje? Is niet zoveel, zie je, hè? Is dat nou echt genoeg voor 3 man? Nou weet ik, vond die ik met z'n tweeën. Maar misschien dat ik maar even blijf, want dit is wel heel erg. Zou dat ook zo... Zie je, dit is ook al heel zout. En als je dan veel van die zout bij dat pasta had doet, dan is het wel helemaal stijl achterop hoor. Dan kun je de bloeddruk wel vergeten. Dus José, ik doe er iets minder zout daar in dat water. Dat vind ik niet erg. Hè? Dan ga ik even mijn hand wassen. Zo. En die zalm, dat is gezonde vetten, hè. Zalm. Dus dat is hartstikke gezond. Maar ja, die zitten nu wel helemaal op mijn hand. En daar heb ik niet zoveel zin in. Dus ik sta het even goed te poetsen. Ook onder mijn nagels en zo. Of van dat scheuren. Dus dat is schoon. Zo. Even afdrukken. En dat water dat begint al een beetje te borrelen. Maar hoeveel van die pasta zou ik nou nodig hebben, denk jij? Het zijn allemaal van die rondjes. Net als een beetje mie. Volgens mij kan dat gewoon mie gebruiken. Hier, kijk, het zijn gewoon van die rondjes. Oh, waar ga ik heen? Oh, hierin. Kijk, ik ga hem alleen maar even klaarleggen. Zo, 2, 3, 4, 5, 6. 3 per persoon, zou dat genoeg zijn? Ik weet niet, hoeveel zitten er nog in? 1, 2, 3 en 4 en dan van die kruim. Zal ik er nog 1 erbij doen dan? Gewoon voor de zekerheid en een beetje van die kruim. Denk dat dit wel genoeg is? Denk het echt? Nou, en dat water, dat kookt nou. Zo'n beetje. Het begint al echt te dampen, dat zie je ook wel, hè. En dan moet die pasta, die moet erin. En als het dan weer kookt, dan zet ik het wekkertje op 7 minuten. En wat zal ik in die 7 minuten gaan doen dan? Ja, ik weet het ook niet. De vaat is gedaan. Oh, ik ga hier nog van die poetslakjes, die kan er weg. Zo. De vaat is gedaan. Hier nog een restje van die zalm. Ik kan die rest zalm kan ik terug in de koelkast gaan leggen natuurlijk. Hè. En die parmezaan die kan zo meteen opengemaakt worden. En nou denk ik dat ik de rasp gewoon even bij het bord zet. En dan met die kazen even. Dan kan Wiebe gewoon zelf zo langs die rasp gaan. Om te raspen. Dan kan hij zelf kiezen hoeveel of dat hij wil. Maar volgens mij is hij wel dol op die parmezaanse kaas. En hij is dol op zalm. Dus ja, spaghetti, dat vindt hij ook lekker. Gewoon die spaghetti met die rode saus, weet wel. Dus nou ja, dit is dan witte saus. Maar volgens mij ligt het daar ook wel. Nou, dat water dat kookt nou wel. Dan gaat dit erin. Zo. 1. Eeuw. Pas op voor de vingers. 2. 3. Gewoon heel vingers in dat hete water hebben. 4. Kom hier. Jij moet in de pan. 5. 6. 7. En we van die kruim. Dat maak je dan ook bij. Zo. En dan moet je wel af en toe een beetje ruren. Dat ik niet aan elkaar ga plakken, weet wel. Het zijn nu nog allemaal van die nestjes, net als Mimi. Maar straks dan wordt dat zacht en gaar en zo. Oh, ik moet wel even wachten. Als hij nou kookt, dan moet ik dat wekkertje aanzetten. Nou, kijk, kookt weer, dus wekkertje aan op andere knop, 7 minuten. Ah, die knopjes, dat is allemaal zo technisch. 7 minuten. Oké. Nou, kijk, dan moet het af en toe. En dan komt het allemaal
komt er al los, die strierte? Kan dat zien zo op beeld? Zie, ik ga juist expres de camera een beetje beter op die pannen en zo gericht. Zodat je niet mijn hele tijd helemaal in beeld ziet, want het gaat niet om mijn, het gaat om het recept van José. Dat je die na kan maken, want dat is zo leuk. En ik ben echt heel benieuwd wat Wiebe ervan gaat vinden. Nou, dan ga ik dat vuurtje hier, dat is zo'n klein vuurtje. Die ga ik zachtjes aanzetten. En dan mag dit, die saus zo, dit wordt dan saus, hè. Dat is die kruidenkaas. Die goedkope van de huismerk waar José zei. Waar zei ze nou? Even kijken hoor, hier. Een kuipje van huismerk kruidenkaas. Gewoon de goedkoopste. Nou, die haal ik. Gewoon de goedkoopste. En die moet dan smelten. Dat hij warmer. En als hij dan gesmolt is, dan moet daar die zalm door. En dan tegen die tijd moet die pasta gaar wezen. Al dente, dat betekent beetgaar. Dan heb ik geen tand, dus ik kan dat niet proberen. Maar goed, ik weet zo ongeveer wel een beetje waar dan beetgaar is. En desnoods laat ik het nog heel klein beetje langer op staan. Echt maar een half minuutje of zo. Dat mag best, dat is helemaal niet erg. Kijk, maar dit begint al goed te smelten, kan het zien? Jawel hè? Dit smelt al goed. En dan is het echt maar zo'n laag vuurtje. Dat gaat geweldig. Dat heb ik goed opgelost. Dus als je geen glazen schaal hebt die op uw pan past. Ja, kijk. En deze dan voor 2 tot 3 personen. Hè? En ik maak het dan voor 2. Maar heb jij nou een groot gezin? Ja, kijk. Dan neem je gewoon wat meer van die pasta. En je neemt bijvoorbeeld 2 van die kuipjes. Kruidenkaas, nou dat kost geen drol, dus dat kan best. En dan denkt hij, ja, maar die zalm, dat is duur. Nou, als je gewoon vlees gaat kopen en dan niet van de kiloslager waar het alleen maar water in gespoten zit en zo, maar als je dan echt goed vlees gaat halen, ja, dan zijn er ook een berg geld kwijt. En volgens mij, dat pakje van 200 gram, dat was iets van 4,5 euro of zo. Nou, dat kan er dus best met z'n 4, 5, 6 van doen. Dat kan best. Je hebt helemaal niet zoveel van die zooi nodig. Nou, en als je dan alles bij elkaar optelt, die pasta, en dan die 2 kuipjes van die kruidenkaas, en dan zo'n pakje zalm, nou, dan valt dat hartstikke mee. En dan huurde natuurlijk niet van die dure granapadano te kopen. Je kunt ook gewoon kant-en-klaar geraspte kaas nemen die je er dan overheen doet. Of je doet er helemaal geen geraspte kaas over. Ik zou kunnen toch een beetje fantaseren dat je toch hartstikke lekker kan eten en dan toch een beetje goede kop. Hoeveel tijd moeten we nog? Laat me eens kijken, nog 4 minuten. Dan denk ik dat ik die zalm ervast in ga doen. Kijk, hier ga ik die zalm, hè, zo gesnipperd. Dan gaat die erin, zo. En nou niet per ongeluk expres op de grond gooien. Want ze had je al gehad. En alles leuk en aardig. Maar als je dan van de dure spul haalt, dan gaat het er niet zomaar allemaal aan de katten van voorgeven. Die krijgen dure brokken. En die willen ze ook niet met mij delen. Dus ze kan de pot op. Oh kijk, die gaan ze goed uitzien. Kijk eens, ik sta hier nu zo te ruren. En te ruren. Zie dat? Oh, wauw. Nou, tegen het verbranden zet ik het vuurtje even uit. Zo. En dan als dan die pasta klaar is, dan ga ik dat afgieten. En dan zet ik heel zachtjes dat vuurtje hier weer onder. Dat het weer warm wordt. Ja, dat gaat goed. Oh. Ik zou het zo wel op willen eten zonder die pasta. Echt waar. Achter een bouillonblokje deur gooit en een beetje water. Dan had je een beetje kruidkaassoep. Meegerookte zalm. Dat moet, je kunt overal soep van maken, vind je ook niet? Dat moet kunnen. Oh wacht, ik ga deze kant weg. Die zet ik opzij. Zo.
Deze heb ik zo meteen nodig. Die moet daarheen. Dat recept, kijk. Hier, dit is het recept van José. Kun je lezen, José, dat ze er staat. Hier staat het. Groetjes van José. José heeft het geschreven naar mij. Nou, eigenlijk naar Vonne, maar dat was het mailadres van Von. Kijk, en ik zet het hier weer keurig netjes in het kastje terug, zo. Oh, dat kan ik niet zien. Ja, ik zei het, ze heeft het kastje teruggezet. En dan de volgende keer ga ik weer eens kijken wat ze allemaal heen daar. Maar dan moet ik wel van tevoren weer een briefje maken en zo. Een boodschap doen en niks vergeten. Maar anders dan gaat dat niet, hè. Dus ik moet dat wel goed plannen. Dat dat goed uitkomt. Ik moet nog eens in die pasta ruren. Dus dat de hele tijd al te vergeten. Kijk, jawel, dat gaat goed. Het zit niet aan de bodem geplakt. Nou zijn die ook wel goede pannen, hoor. Ze zijn al wel 20 jaar oud. Als het niet ouder is. Laat me eens denken. Nee, ze zijn 20 jaar oud. Jawel. Toen Von ging schaaien, toen had ze deze pannen gekocht. Dus ze zijn 20 jaar oud, maar mensen zijn die een goede pannen. Echt hoor. Nou, en zo lang hessen ze dus al, hè. En als je nou van die pannen neemt, van die vieze onderkant, hè. Weet je wat je dan kan doen? Dan ga ik hier ook een pakje staan. Wacht, ja kijk, deze. Kijk, van dit, hè. Dan doe je dit met een beetje water, dan maak je er een papje van. En dan smeer je die onderkant van die pan helemaal mee in. En dat laat je dan helemaal opdrogen. Als het kan, overnacht. Dat je daar s'avonds, voordat je naar bed gaat, dan smeer je de rand van die pan helemaal in. En dan laat je dat opdrogen. En als dat de volgende dag, als jij dan de vaat van de dag ervoor... als jij dan de vaat van de dag ervoor nog gaat doen... Kijk eens, ik zei aan het multitasken. Hier die pasta, ik zet die uit. Ik had het wekkertje uitgezet en ik was aan het vertellen. Maar, even in mijn schouder hoest, hoor. Als je dan die baking soda met water, als je daar een pakje van hebt gemaakt en je hebt die aan de onderkant gedaan en je laat dat opdrogen, dan de dag erop met een schuursponsje, je krijgt het er zo af. Echt waar, gewoon met die geel met groen, weet je wel, kijk, Doris. Die geel met groene sponsjes, ik sta het niet af te gieten, hè. Dat gaat makkelijk. Zo. Laat de water eruit ketsen. Hapatee. Kijk. En dan ga je dit in die grote pan, want in die kleine pan past dat niet. Zo, je kan bij de vaat. En dan deze heel even een beetje hoger. Dat het weer goed warm wordt. Het is allemaal al gesmolten, hè. Zo. Kijk, de rook komt er gelijk al af. Stop. En dan kan ik dit zo... In de pan met pasta kieperen. Zo, hoppakee. Alles meenemen, niet laten zitten. Je hebt ook van die pannenlikkers, weet je wel. Of flessenlikkers van vroeger. Dat zijn van die rubber dingen. Dat kan de echt het allerlaatste er mooi mee uit die pannetjes halen. Maar ik sta in mijn best te doen, maar voor mij dat natuurlijk niet. Hoort wie klopt dat, kinderen? Nou, pan is heet, dus ik ga hem even met mijn pannenlap, met mijn smiley pannenlap, weet wel. Deze is lief, die is van Siem. En dan hou ik de vaas en dan ga ik ruren. Zo. Hoppakee. Wacht even! Nou snap ik, José. Wacht, kijk. Het over een knijper, hè. En nou weet ik wat ze bedoelt, want die hij vond hier ook. Kijk, dit natuurlijk. Dit is een knijper. Dit is geen wasknijper, maar dit is een knijper. Ja. Kijk dan. Ik zei zelf niet goed, joh. José, die doet het allemaal wel goed, maar ik haal het even niet door. Oh, wat ziet die er goed uit. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga het op een bord scheppen. En dan ga ik Wiebe roepen en Vonne. En dan zeg ik, mensen, eten. Maar laat ik eerst het bord nog even zien. Voordat ik het dan ga opdienen. Oké, wacht even hoor. Nou, dan ga ik zo staan kletsen met jullie over die baking soda en zo. Dat ik helemaal vergeten ben om deze uit te pakken. Even een mes halen.
hier een eikelschilmesje. En dan maak ik die kaas open. Zo. Kijk, dat ziet er wel gezellig uit. En dan even een potje. Zo. Die kaas kan hier op. En deze gooi ik gelijk even weg. De verpakking van die kaas. En dan haal ik hier nog de rasp. Oh. Kijk, de rasp. Die zet ik er dan bij. En dan kan deze kan op zijn. Want dat staat niet zo mooi. Deze moet zo eerst even de koelkast in. En dan haal ik hier twee borden. Maar er is niet eens een stuk schaaf. Nou, dan pak ik die pan. Maar die is al afgekoeld. Zo. Oeh, dat zijn wat sliertuigen. Oh, het hangt aan mijn keukenkastje. Oh, pas. Moet kijken. Kun je dat zien hier? Even kijken hoor, hier. Het hangt aan mijn keukenkastje. Zie dat? Nou, dan moet ik dat ook nog maar schoonmaken. Dan krijg je mee die lange sliertuigen, hé. Zo. Dat zat voor Wiebe. En dan de rest voor Fon. Want die eet toch niet zoveel. Zo. Oh. Die ruikt mijn partij echt, hoor. Hier het laatste beetje zalm erbij. Zo. En dan moeten we eten met een lepel en een vork, hè. Zo moet, hè. Zo. Een lepel en een vork. En op de andere bord ook. Lepel en een vork. En dan moet ik eigenlijk dat randje nog een beetje schoonmaken. Hè? Kijk, dan haal je hier op keukenpapier. Dat kan daar mooi mee. Hier een randje zo, dat is mooi. Zo, dan lijkt het net of dat ik dat allemaal heel netjes gedaan heb. Nou ja, dat lekker dan, hè. Is niet zo. Hier het keukenkastje. Zo, nou, met de vaat gelijk dat keukenkastje maar even weer een sopje geven. Dat is daar ook weer mooi geregeld. Zo, en dan haaien we dit hier zo. En de kaas. Nou, dan kan dit op de foto. En dan kan Wiebe en Vonne gaan eten. Hoe vinden dat? Kijk, zo. Ziet dat er smakelijk uit of niet? José, dat je bedankt zet. Maar, dat weten we. En graag tot een volgende kookfilm. Eet smakelijk allemaal.